Zou je kunnen vertellen waar het boek over gaat, dan ook vriend? Nou, het boek gaat over borsten. Nee, wacht even. Borstvoeding. Wat willen jullie echt overbrengen met dit boek? Wat wij het liefst willen overbrengen met het boek De Melkfabriek is dat jouw eigen keuze het allerbelangrijkste is als het gaat om borstvoeding. Dus of je het nou wel of niet gaat doen en als je het gaat doen en je komt problemen tegen, hoe lang wil je dan doorgaan? Of wil je juist heel lang voeden? Het is allemaal jouw eigen keuze als moeder. Het gaat uit van jouw kracht als nieuwe mama. En daarom moest dit boek hier ook komen? Ja. Ja, veel boeken over borstvoeding zijn best wel dogmatisch. Je moet borstvoeding geven, want dat is het allerbeste. Nou, borstvoeding is ook hartstikke goed. En als het lukt, is het superleuk. Ik heb het zelf ook bij mijn beide kinderen vrij lang gedaan. Nou, ja, dat gun ik iedereen. Maar ik heb ook heel veel vriendinnen bij wie het juist lastig gaat. Dus ja, als die er een ander gevoel bij hebben en het minder lang willen doen of misschien überhaupt niet aan willen beginnen, dan moet dat ook kunnen. En dan moeten die geen schuldgevoel krijgen. Nee, helemaal goed. En nog heel veel over de locatie, de oude melkfabriek. Ja. Wat geweldig. Ja, toen we erachter kwamen dat er überhaupt een locatie was, de oude melkfabriek, dachten we, ja, dan moeten we het lanceerfeestje natuurlijk daar houden. En gelukkig was de eigenaar van de melkfabriek ook gelijk heel enthousiast. Dus konden we het feest hier houden. Compleet met moedermelk, lollies en melk in champagneglazen. Dus allemaal een beetje met een knipoog, maar heel leuk. Geweldig. En hoe voelt het nu om je eigen boek uitgebracht, dit boek uitgebracht te hebben? Ja, nou ja, ik ben niet vaak zonder woorden, maar nu toch wel een beetje. Het is mijn eerste boek. Ik heb gewoon nog nooit iets meegemaakt in de hele tijd. Wat is het toch gaaf als je iets maakt vanuit je eigen idee, wat dan echt zo tastbaar nu in mijn eigen handen ligt en waar ik hopelijk heel veel jonge vrouwen en jonge moeders mee kan helpen. Dan, ja, ik weet niet, ik kan het niet uitleggen. Het is echt iets leukers. Is er gewoon niet. Nou, gefeliciteerd. Het boek ziet er prachtig uit en heel veel plezier met de rest van je lancering. Dankjewel.